Helpt een vuurwerkverbod om geweld tegen hulpverleners tegen te gaan? Verdienen verplegers een hoger inkomen? En hoe kunnen we mantelzorgers zo goed mogelijk helpen? Het zijn zomaar wat vragen die vandaag aan bod komen in de Tweede Kamer. Maar meerdere zorgdebatten op de rol staan. Ja, u zei net al, ik wil het vooral ook hebben over die zorgsalaris. Het is al langer thema, een onderwerp van gesprek natuurlijk. U zei, ik ben in Amsterdam geweest. Een op de drie mensen die u daar sprak heeft de schulden. Maar komt dat echt daadwerkelijk doordat ze te weinig verdienen? Het is nu een combinatie natuurlijk. Dus de salarissen zijn voor sommige mensen in de zorg echt heel erg laag. Het is ook lager dan het marktconforme salaris. Ongeveer 7,5% gemiddeld lager. Mm. En daar komt natuurlijk bij dat de boodschappen duurder zijn geworden. Dat de energie duurder is geworden. Dus die combinatie maakt dat gewoon ontzettend veel zorgverleners financieel in de problemen zijn. Dat is natuurlijk dramatisch voor hen. Het is ook dramatisch voor ons. Want er is zoveel stress bij hen dat ze ook vaak ziek uitvallen, waardoor het tekort nog groter wordt. Dus we moeten hier echt heel snel iets aan doen. Ja, maar de cao is dan wel met iets meer dan 6% gestegen. Is dat dan nog niet genoeg? Ja, maar dat is voor 2 jaar, dus 3% per jaar. En als je kijkt alleen al naar de inflatiecijfers, dan is dat natuurlijk nog niet genoeg. Dus we zullen daar wat bovenop moeten doen. En snel, omdat we anders deze mensen nog verder in de problemen brengen. En dat we onze ouders ook niet meer naar een verpleeghuis kunnen brengen of geen zorg thuis kunnen krijgen, omdat er simpelweg het personeel niet is. Want u bent dan bang dat die mensen door de stress ook uitvallen en dat er weer minder zorgpersoneel is? Ja, dat is nu al het geval. Dus heel veel van deze mensen zitten al ziek thuis. Dat maakt de druk nog groter op de mensen die nog wel werken. Dus er werd aan alle kanten tegen mij gezegd, alsjeblieft, doe wat, beweeg de minister ertoe om juist voor deze groepen er echt extra geld bij te geven. En welke groepen gaat het dan om? Want we kennen natuurlijk ook allemaal de verhalen van veelverdieners in de zorg. Ja, nee, het gaat echt over de thuiszorgmedewerkers, de mensen in de wijkverpleging, de mensen in de verpleeghuizen, de lagere inkomens en ook die groepen die net boven die toeslagen vallen. Want die hebben eigenlijk nergens recht op. En dat is natuurlijk heel belangrijk dat je nu net dat extra zetje krijgt, financieel gezien, met die toeslagen. En er zijn gewoon groepen zorgverleners die dat niet krijgen. Ja, we zien natuurlijk recent heel veel sectoren die meer geld eisen. We horen ook de verhalen over de zorg dat die onbetaalbaar wordt. Hoe houdt u het betaalbaar? We houden het uiteindelijk betaalbaar door alleen de zorg te doen die we echt nodig hebben met elkaar. Dus heel goed te kijken van welke behandeling draagt bij aan de kwaliteit van leven. Het is nu soms nog te veel toch productie draaien, omdat je ook betaald wordt per verrichting. Dus die prikkel, die productieprikkel, die zou eruit moeten. Mm. Want dat leidt tot soms hogere zorguitgaven. Dus we moeten daar kritisch naar kijken. En het moet altijd een gesprek zijn tussen patiënt en arts. Van wat hebt u nu echt nodig, meneer of mevrouw? En dat zal niet altijd de duurste of de meest ingewikkelde behandeling zijn als je kwaliteit van leven voorop stelt. Ja, en hoe moet dat dan gaan gebeuren? Wie moeten dat gaan doen? Mensen in het ziekenhuis zelf? Ja, dat is echt het gesprek tussen arts en patiënt of tussen verpleegkundige en patiënt om te kijken van waar hebt u behoefte aan? Wat vindt u belangrijk in het leven? Dus die vragen en die gesprekken moeten gevoerd worden. Maar we hebben natuurlijk als land een heel groot probleem als we zo meteen onze ouderen helemaal de zorg niet meer kunnen geven. Even als ter illustratie. Er staan nu meer dan 20.000 mensen op een wachtlijst voor het verpleeghuis. En dat zijn mensen die nu thuis wonen. Daar gaan allemaal ongelukken gebeuren. Mensen breken hun heup. Mensen met dementie gaan dwalen. Komen dan vervolgens op de spoedeisende hulp terecht. Nou, dat is pas duur natuurlijk. Dat er dan ongelukken ontstaan. Maar dat los je dan toch niet op met meer salaris? Jawel, want dan heb je meer personeel. Dus kan je ook meer mensen opnemen in het verpleeghuis. Want dat is ook vaak personeelstekort wat daar het probleem is. En je kan mensen beter verzorgen thuis. Dus goed opgeleid personeel en voldoende personeel is echt cruciaal om mensen zo gezond mogelijk te maken. Ik denk dat niemand het met u oneens zou zijn. Maar de vraag is wel, waar haal je ze dan vandaan, aangezien er zoveel tekorten zijn in allerlei verschillende sectoren? Zeker, maar als je natuurlijk ziet dat er een verschil is tussen het salaris wat je op een andere plek krijgt en het salaris in de zorg, dan zullen heel veel mensen zeggen, zeker als ze financiële problemen hebben, ik red het gewoon niet meer, ik kan mijn huur gewoon niet meer betalen, ik kan niet meer rondkomen voor mijn kinderen, dus dan ga ik toch maar weg uit de zorg. Mm. Dus we zien ontzettend veel mensen die toch vertrekken uit de zorg, ook om financiële redenen. Dus het is in eerste instantie al belangrijk dat we zeggen, de mensen die we hebben, die hebben we echt keihard nodig en die moeten we behouden. Later meer over nog andere onderwerpen die in dat debat ter sprake zullen komen. Straks gaan we het ook hebben over Schiphol. Want met luchtvaartjournalist van de Telegraaf Ytke de Jong bespreek ik dan hoeveel reizigers Schiphol deze zomer aan kan. Na een teleurstellend jaar wacht de gemeente Haarlemmermeer in spanning af. De gemeente is sterk economisch afhankelijk van onze luchthaven. Als je net zo'n klap hebt gekregen van de coronapandemie, dan wil je eigenlijk dat die economie meteen weer goed draait. En hier in de gemeente Haarlemmermeer is de luchthaven daar voor een heel groot deel wel verantwoordelijk. Blijf kijken naar het NOS Journaal met Simone Wijmans.